Ja, wat hebben we hier in onze nieuwe rubriek? Objecten die we vast nog wel kennen. Dit is leuk. Nog een dichte verpakking. Ja, dit kennen we allemaal nog wel, hè. Hier maakte ik ooit mijn backups op en deze die was overgebleven in een doos met backups gevallen. Hij had ook maar ingepakt laten zitten. Volgens mij heb ik er ook wel eentje van 5 1/4. Maar die kon ik zo snel niet vinden. Grappig, nietwaar? Maar er stond wel een streepjescode op, dus zo oud zijn ze ook weer niet. Hij is echt nog onaangebroken. 20 zitten erin, dat wist ik niet. Ik dacht dat het er 10 waren. Voor IBM en PS2 compatibles. Ik geloof dat ik mijn moderne PC zo ga noemen. Ik heb hier nog een... een IBM. Ja, Martine vindt het ook interessant. Maar het is geinig, niet waar, dit soort dingen. Ik heb nog wel meer dingen van vroeger. Ja, Martine, maar ik ben even bezig, poes. Ben je nou ook in beeld? Hé. Hey. Oh, je vindt het wel erg interessant, maar er zit geen eten in, hoor. Echt niet. Ja, wat moet je er verder mee, hè? Ik denk dat ik hem nog maar even bewaar. Misschien gooi ik hem een keer op eBay of zo. Als ik er ooit weer toegelaten word. Of anders op een andere site. Niet op Marktplaats. eBay is wel een beetje betrouwbaarder voor wat betreft oplichting. Niet naar de klanten toe, kan ik vertellen. Uit ervaring. Maar dat is een verhaal apart. Nou, ik zou zeggen, doe maar een bot. Ik wil hem hebben. Van mij mag die weg, hoor. Maar ik heb geen idee wat ik voor moet vragen. Ik heb ook geen idee wat ik er ooit voor betaald heb. Ik denk iets van 10 euro of zo, of 20. Wat zou het zijn? Ongetwijfeld gekocht bij een firma in Utrecht, die vast niet meer bestaat en in elk geval niet meer onder die naam. De cassette specialist. Aardige man. Vaak ook geweest, meerdere keren, maar ik bestelde er heel veel. En nu zie ik dat de accu van mijn videorecorder leeg is. Daar heb ik ook al veel mee gedaan. Martien heeft nog steeds grote interesse. Hè? Je wil wel weten wat het is. Nou, toedeledokio.